5 maart 2019. Henk en Jentien Doornenweert zijn 60 jaar getrouwd. Dit is uw ingelijste trouwakte. Aha. Tjojo. Dat was nog in het oude gemeente. Ja, en dat kunt u even lezen. Kijk, er werd allemaal nog geschreven. Wat mooi, hè? Ja, prachtig. Met de hand geschreven. Ja, kun je even zien wie de getuigen allemaal waren? Ja, onze ouders. Ja. Ik was 21 en hij 22, geloof ik. Ja, al die jubilea, ze trouwden vroeger gewoon veel jonger dan dat ze tegenwoordig doen. Ja. Henk en Jenty, 60 jaar getrouwd vandaag. Henk, je bent geboren op Lo, hè? Ja, bij het Lo. Niet op het Lo, maar bij het Lo, in de Lapstreek. En ben je door naar school gegaan? Ja, maar 3 jaar. Toen wouden ze niet meer hebben. Nee, ik had een beetje keet met een schoolmeester. En toen hebben ze mij door op het Loo eraf gehaald. En hebben ze mij naar Elburg gestuurd, naar de lagere school. Dus, en zodoende. Ik heb die 6 jaar of 8 jaar op lagere school niet afgemaakt, maar in Elburg. En toen had je de eerste verkering al of niet? Nee, maar wel met ach, niet met Jentje. Nee, je hebt er veel meer uit, of niet? Ja, toch. Wel een paar, ja. Jentje, je bent hier in de buurt geboren? Hier, naast, in de boerderij hier. En toen de scholen? Ja, hierachter, de gereformeerde school. Waar ben je opgegroeid dan? Hier, in dit huis. Was het toen net zo vroeger als nu? Nee, dit was een heel oud boerenhuis. Maar dit is 10 november 1979 is dit afgebrand en weer opnieuw opgebouwd. Ben je hier in dit huis ook opgevoed? Ja, bij mijn oom en tante. Hoe kwam dat zo? Ja, hoe kwam dat zo? Ik weet ook niet hoe dat allemaal precies in de gegaan is, maar... Mijn moeder was hier een zuster en een broer van. En daar ben ik gewoon opgegroeid helemaal totdat ik naar een andere school ging. En toen ben ik hier weer vandaan gegaan. Hoe enkele kende? Op de weg, op de straat. Op de straatweg in Oldenburg? Ja, gewoon lekker wandelen met een hele koppel dins. En lekker met vriendinnen en... Toen kwamen we Henk tegen. In het uniform. Dus het eerste was het uniform wat ik zag. En wat ik gek op van. Later op de man zelf. Wie binnen trouwt hier in Oldenbroek op het gemeentehuis. En een feest houden. Wie binnen van de Brink. Ja. En dan hadden we goed veel muziek erbij. En dat was een goed feest. Ja. En toen na de tijd. Eerste 25 jaar feest. Ook bij van de Brink. En toen... 50 jaar feest. En 40 jaar ook nog. En nu houden we 60 jaar, dus we hebben heel wat feesten gehad. Je hebt 4 kinderen, hè? Ja, 4 kinderen en 18 kleinkinderen en 8 achterkleinkinderen. Een hele bussen vol, hè? Een heleboel. Dus we zijn gezegend met heel veel kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen. En ze zijn allemaal goed gezond. En het is heel, heel fijn. Je hobby's? Wat zijn dat? Zwemmen, fietsen, koken, bakken en uitgaan en crea. Je vergeet er nog een. Wat dan? Zing. Ook zingen, ja. Ik zing in 2 koren. Je bent ook wel eens in buitenlanden, weet je of niet? Ook. Voor een jaar geleden ben ik naar Frankrijk geweest. Met een koor. Ja. En wat voor muziek zing je dan? Meestal uit Johannes de Heer en ook wel koraalbewerking van Wim Magree. Dat zing ik meestal. Je hobby's? Nou, vroeger veel werken. Ook hobby's. Ja, s'avonds gaan werken. Ik heb cerama's gehad, dat zijn kippen. De kleinste kipjes. En fazanten, ganzen, eenden.
Ja, wat nog meer. En pauwen. Op het ogenblik hebben we nog 16 pauwen. Dus dat is mijn hobby. Ja, dieren verzorgen. En opkweken met een broedmachine. Pauwen zelf ook opkweken met een broedmachine. Ja, ja. Maar je hebt nog ganzen gekregen, of niet? Ganzen heb ik ook gekregen. Wat is er mee gebeurd dan? Nou, die, ik dacht dat die, ja, die hele grote ganzen, dat die niet kon vliegen. Maar ze kon wel vliegen, want ze zijn weer naar de oudere mensen gegaan, waar ze ook zijn opgekweekt in het Oostendorp. Dus dat had ik niet gedacht. Maar ik heb ze weer opgehaald en toen een beetje aan de vleugels de veren afgeknipt. En nu kunnen ze niet meer vliegen. Nee, maar over een half jaar dan kunnen ze wel weer vliegen. Dat groeit zo weer aan. Jendy. Ja. Geloof, dat is heel veel voor je, hè? Ja. Betekent alles voor me. Als je niet kunt bidden en niet kunt zingen en niet kunt het beleven, nou dan ben je armzalig iemand. En ik wens iedereen toe dat het geloof en het bidden, dat het het belangrijkste is in het leven. Voor jezelf en voor de kinderen en voor andere mensen met wie je in aanraking komt. En voor wie je bidden kunt als ze ziek zijn. En alles, alles wat er omheen hangt. Je hebt geleerd voor elektricien. Ja. En ik ben op IJsselvlies begonnen. Hoe ging dat? Ja, bij boerderij. Zeg maar, toen wij daar kwamen, dan ze alleen maar petroleumlampen. Nog helemaal geen elektriciteit. Dus, en toen hebben wij de boerderijen daar aangelegd. Elektrisch. Dat is een één pit. Een lampje in de midden van de heert. Daar kregen ze alleen een lampje. En een schakelaar bij de deur. En anders niks. Toen een varkenslag was, dan ging er dus een goede vlees ging naar de dominee, naar de burgemeester. Oh, ja. En daar was ik niet mee eens, hè? Nee, daar was ik niet altijd mee eens. Ik wou ook wel van dat lekkere vlees. En mijn moeder die pakte dan altijd dat in. En dat moest ik brengen naar de dominee wat. En naar de Kegge, de notaris. Nou, en dan ging het mooie vlees in. Een mooie was er bovenop. En een mooi bord. En dan ging het zo een handdoek overheen. En dan moest ik dat wegbrengen. Nou, dat lustte ik ook wel. De burgemeester, dokter, notaris, die was heel groot. Oh, die was enorm groot. U kunt nu zien, de burgemeester is hier geweest. We praten gewoon met elkaar. We overleggen en je kunt alles zeggen. En dat was vroeger niet. Dan had je als een muur, had je daar voor je. Je hebt nog bij de brandweer werk, hè? Brandweer, gewerkt. Ik was vrijwilliger. Maar 25 jaar. Maar je kreeg nog eens een keer een telefoon, dat mis was, van je eigen huis. Ja, van je eigen. Ik had de pieper op zak. En dan zei ze, daar is brand bij Henk Doornenweert. Weet je wel? En dat was je eigen huis. Ja, hebben we ook meegemaakt. Dramatisch, Jentie, hè? Ja, dat was echt dramatisch. S'avonds stond je daar met vier kinderen en een oude tante. Ja. En je stond achter het huis en je had niks meer. Je had geen schoenen aan je voet, want het was zo naar buiten gelopen. En je had geen kleren, je had geen douche, geen wc, geen bed. Nou, dat vond ik het ergste. Het mooie was natuurlijk dat je weer heel veel ondersteuning hebt gehad bij de opbouw van dit huis, hè? Oh, geweldig. Geweldig veel vrienden, kennissen, buren. Van de kerk en van alles. Iedereen hielp ons. En dat is het mooie, het saamhorigheid. En ook in de schuur dronken ze koffie. En dan rukten wij een krentenbrood aan en die ging helemaal op. En de verhalen die erbij hoorden, prachtig. Vakanties. Vakanties. Waar ben je best? Nou, eigenlijk overal. We zijn twee keer in Israël geweest. Stof drie keer in Hongarije. Ook drie keer in Parijs. Wij zijn in Londen geweest. En we zijn in Amerika geweest. Chicago, New York. Toen was de boel net verbrand hoor, of niet? Toen was die aanslag door in New York. En toen roken de puinhopen nog door. En dan varen wij langs, hoe heet die zee door ook weer. En dus daar de vrijheidsbeeld ook. En dan, we hadden een caravan.
En hier in Holland bouwen we ook overal geweest. Dus we kunnen aankomende zomer zo weer weg. Dus we hebben goed van het leven genoten. Ja, ja. En hopende nog een paar jaar erbij. Henk en Jentie, 60 jaar getrouwd.